De minister denkt dus niet meer direct aan een verbod op autotelefoons. Maar de industrie blijft op haar hoede en realiseert zich dat de tegenstanders van autotelefoons voor een deel goede argumenten hebben. De autotelefoon is al zo ingeburgerd in het zakenleven dat we ons eigenlijk niet meer kunnen voorstellen dat er een verbod zou komen op het rijdend telefoneren. Je kan er wel voorstellen dat de overheid wel de veiligheidseisen zal stellen. En voor ons als importeur van mobiele telefoons is het dan zaak om nu al producten op de markt te brengen die al voldoen aan mogelijke toekomstige veiligheidseisen. Op welk gebied verwacht u eisen aan veiligheid van autotelefoons? Dat zou kunnen zijn op het verplicht stellen van een hands-free mogelijkheid. Moderne telefoons hebben die mogelijkheid. Je kunt in de auto met je handen aan het stuur op een veilige manier bellen. Nou, zou je kunnen voorstellen dat je niet in alle gevallen in de auto zo'n compleet set kan inbouwen. Dan is er de mogelijkheid om een headset te gebruiken. Dus een koptelefoon met een microfoontje. Waarmee je in iedere situatie met je handen volledig vrij een telefoongesprek kan voeren. Ja, want we praten nou over innovatie en prachtige technieken. En een van die producten daarvan is die zaktelefoon, zal ik het maar noemen. Dat ding heeft voor mij een hoop nadelen als ik zo'n ding in een auto gebruikt zie worden. Je zit inderdaad weer met één hand aan het stuur. Het ding heeft weinig zendvermogen, dus een hoop storing. Is dat nou vernieuwing dan? Ja, de betere merken zaktelefoons die hebben standaard ook die mogelijkheid om in de auto in te bouwen. Zodat je handsfree kunt bellen. Je kunt het vermogen zelfs oppeppen met een booster. Die het zendvermogen vergroot. Waardoor je in alle omstandigheden een goede kwaliteit hebt. Ja, en u zegt net een headset, dat is mooi. Maar dan heeft u zo'n ding op uw hoofd. Achter u wordt getoeterd, u hoort dat niet. Er rijdt iemand bij u naar binnen. Dat is volgens mij ook niet echt veilig. Dat zou kunnen zijn, maar de headset die heeft één oorschelp. Dus je houdt je andere oor hou je vrij om eens inderdaad verkeerd te horen. Als we aan de autoradio prutsen of een cassettebandje verwisselen, dan is dat gevaarlijk. Maar daar kiezen we zelf voor. Als we uitgaand willen bellen, kiezen we daar ook zelf voor. Maar het vervelende van een autotelefoon is dat als hij gaat, je je gedwongen voelt om dat ding op te nemen. En dus niet op de weg te letten, te gaan zoeken waar is mijn telefoon, welke knop moet ik hebben. Hoe kunt u dat nou veiliger maken? De betere autotelefoons zijn tegenwoordig zo geprogrammeerd dat je een telefoongesprek kunt beantwoorden binnen het komend gesprek door een willekeurige toets in te drukken. Gewoon een map op het keyboard te geven dus? Gewoon een map op het keyboard en het binnenkomend gesprek wordt beantwoord. De situatie andersom komt natuurlijk ook voor. Dat je zelf telefoongesprek wilt gaan voeren. Dan is het heel onhandig als je nummer moet gaan opzoeken, intoetsen. Daarvoor is er een voice dialer op de markt. Die heeft er voldoende aan dat je de naam inspreekt van degene die je wilt bellen. En vervolgens bouwt de telefoon zelf het gesprek op.